Als hij hier instapt en het werkt, dit zou sick zijn. Gaat dit werken? Ja hoor, ja hoor, ja, ja, ja. Dames en heren, vandaag gaan wij kijken naar een hamster die het moet opnemen tegen een doolhof. Deze hamster moet zich dus gewoon zien te redden door de gangen van het doolhof en zo de uitgang zien te vinden. Het is niet zomaar een doolhof, het is een Minecraft doolhof. Sowieso eventjes een shout-out naar Kwebbelkop, die heeft er al ooit een video over gemaakt. Dus hey, jongen, super bedankt voor het idee. Heb je nou wel zin in deze video? Druk dan eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren hier beneden en zet ook natuurlijk dat belletje aan, want dan krijg jij een melding wanneer ik een nieuwe video upload en dat wil je. Dat wil je toch? Ja toch? Dan zit mijn promotiepraatje er alweer op en dan gaan we gewoon lekker door naar deze video. Let's go. Oké, we zien hier al een soort van Minecraft blokjes. Allemaal gemaakt van karton en TNT blokje. Oh shit, allemaal gekke shit. Een creeper hier zo. Een wipwap, een diamond ding, steentjes. Ik weet niet wat ik allemaal zie. Ik zie zoveel, ik kan het niet meer bijhouden. Holy shit. Oké, dit ziet er wel heel erg ziek uit. Echt ook dikke shout-out naar degene die deze video heeft gemaakt. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Maar kijk dan, dit ziet er wel echt uit als een hamsterparcours voor gevorderde hamsters hoor. Dit kan niet zomaar ieder hamster te doen. Nee, zeker niet. Kijk, er zit zelfs een end in, jongens. Oké, ik zweer het je. Ik ben oprecht hyped voor deze video. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Of dat deze hamster zijn weg gaat vinden door dit doolhof. Hij zit nu in level 7. Het is wel een schattige hamster. Het is een lief beestje. Zeker weten. Hij gaat al door de tunneltjes heen. Hij is bij de bricks, bij de red bricks. Daar gaat hij ook als een speel doorheen. Holy shit. Hey, ik begin bijna te denken dat dit hamster dit gewoon al veel vaker heeft gedaan. Zou ik bijna denken. Oké, check dit. Hij gaat echt super snel. Hij gaat hier door dit holletje heen, door die steentjes. Oké, hij gaat echt als een speer, mensen. Over het heuveltje heen, klimt over het TNT-blokje, gaat de bocht om en hij gaat gewoon lekker nu chillen in het papierbad, wat hij gewoon even rustig gaat opeten. Hé, hamster, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, 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 nee. Er zijn een paar regels, hamster. Je mag niet het doolhof opeten. Dat is niet de bedoeling. Hij gaat hier zo in de bak met papiertjes en hij gaat hier klimmen over de muur heen. Oké, sick. Ik doe het hem niet na, want ik ben veel te groot voor dit parcours. Just so you know. Hij klimt hier door de tunnel heen en nu zit hij dus in de volgende layer. Hij gaat hier door de ringetjes heen en ik weet niet wat hij nu gaat doen, maar hij loopt in ieder geval verder. Oké, oké, oké. Hij springt hier zo dadelijk over die grass blocks heen. Oh shit. Oké, hij is bij de wipwap. Ik ben benieuwd of dat hij snapt wat dit is. Ja hoor, lekker hoor. Oh shit, de creeper. Mensen, mensen. Kijk uit, hamster. Nee, 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 nee. Dadelijk ontploft die mensen. Dat moeten we niet hebben. Hij moet echt niet ontploffen, want dan is ons hamster dood. Maar hij houdt zich gelukkig rustig. Het hamster klimt onder en over bepaalde stukjes hout. Hij klimt hier alweer in het volgende gat. En dat betekent dat we weer zijn toegekomen aan de volgende etage. Level 5 alweer. Hij klimt hier weer onder de diamond blocks heen. Lekker door de steentjes. En zo gaat hij weer verder naar de cobblestone. Oh ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd in hoe snelle tijd deze hamster dit gaat halen. Oprecht, ik wil het weten. Hij zit hier nu in de diamonds. Hij gaat even lekker wat diamonds stelen. Hé, gozer, ik zweer het je. Als ik Minecraft zou spelen en de diamonds zouden zo netjes in een bak voor me liggen, dan zou Minecraft een heel stuk makkelijker zijn om te doen. Hij moet hier zo over het gold heen klimmen, maar hij doet het gewoon even rustig op zijn tijd. Hij houdt even een kleine plaspauze. Hij was even zijn handen aan het aflikken. Dat doen alle hamsters na het plassen, dus dat is helemaal niet vies. Lekker rollen door de balletjes. Hé, maar dit is toch gewoon een speelparadijs voor zo'n hamster. Als ik dat hamster was, zou ik gewoon even lekker een minuutje blijven chillen in die bak met balletjes. Hij gaat hier dus door de snippers heen. Hij gaat zijn weg er doorheen wel vinden, denk ik. En hij neemt de snippers gewoon mee naar de volgende etage. Oké, sick. Hoi, joh, dit lijkt gewoon of dat hij over een soort van lasers heen moet lopen. Maar gelukkig zijn het geen echte lasers. Hé, just saying. Dadelijk waren het echte lasers en dan hadden we een groot probleem gehad, mensen. Echt een huge ass problem. Oké? Ja. Hij gaat hier door iets van zand heen of zo. Ik heb geen... Ik weet echt niet wat het allemaal is. En hier door de kleurtjesbak. Hé, dat doet hij superleuk. Hé, wat heeft die hamster trouwens echt voor een schattig roze neusje? Want op een schaal van 1 tot roze schattige neus heeft deze hamster echt een super schattige roze neus. Oké, hij is er nog een beetje aan het omdraaien, maar hij draait hier zo hoppa gewoon die bak uit. Doet hij gewoon. Doen we niet moeilijk over. Hier, bruggetje over. Op het zand. En dan weet ik niet waar die... Oh, hij moet nog door één bak en dan ziet hij daar de tunnel. En hij heeft hem al gezien. Dit hamster is niet zomaar een dom hamstertje. Nee, 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 nee. Oh jawel, hij is wel dom. Hij moet even zoeken waar het gat zit. Ik ben iets te enthousiast over dit hamster, jongens. Ik had moeten zeggen dat hij inderdaad niet in één keer dit kon vinden, want dat is ook echt zo. Oké, hij is bij de volgende etage en iedere etage die eronder komt, wordt steeds groter. Dus het wordt ook steeds lastiger om dit dus te halen. Hij komt hier bij de lava, wat gelukkig geen echte lava is, want dat zou echt dierenmishandeling zijn. Maar oké, hij komt hier ook over een soort van loopbruggetje heen. Ik ben heel erg benieuwd of dat hij dit überhaupt haalt, joh. Ik ben echt benieuwd. En daar staat Steve met zijn diamond sword. Ja, hoppa, die viel gewoon op de grond. Hoorde je die sound effects? Die maakte ik gewoon zelf, die sound effects, hè? Ja, weten heel veel mensen niet, maar mensen, ik zal het gewoon vertellen. Ik heb vroeger gewoon Minecraft ingesproken. Oeh, ha?
Snap je? Hier hebben we een houten loopbrug. En de vraag is, gaat hij snappen wat hij ermee moet doen? Ik denk het wel. Hij probeert er eerst tussen te klimmen. Nee, nee, ik neem mijn woorden terug, jongens. Dit hamster is niet slim. Dit is het domste hamster wat ik ooit heb gezien, mensen. Dit kan echt niet. Schande voor YouTube. Weg ermee. Als hij dit parcours nou haalt, dan maakt hij het helemaal goed. En dan zul je me niet meer horen. Maar ik ben benieuwd. Gaat hij het halen? Gaat hij het gewoon halen? Dat zou toch mooi zijn? Als hij dit nou haalt, gewoon in één keer. Dat zou echt top zijn, zeg maar. Oké, let's go. Hij gaat er doorheen. Hoppakee. Lekker hoor. Oké, nu komt hij in het end level. Dit is eigenlijk nog niet echt de end, want dit is pas level 2. En als hij in level 1 is, dan is hij eigenlijk pas echt aan het einde. Maar ik vind het wel echt nogmaals super ziek gemaakt. Hij heeft letterlijk gewoon alles van karton uitgesneden en papiertjes erop geplakt met wat het is. Dikke props naar deze guy, echt waar. Oké, hij gaat hier over het endstone bakje heen. En hij klimt hier zo met gemak lekker door de lasers heen. Door een bruggetje, door nog meer lasers. En dit wordt een moeilijk ding, jongens. Hier gaat hij echt vast komen te zitten. Dit is niet makkelijk. Dit is zeker niet makkelijk. Kijk, hoppakee. Hij wurmt zich gewoon door de zigzagpaaltjes heen. En nu gaat hij toch echt naar het volgende level. Oké. Dit is dus het volgende level. En dit is het finale leveltje, jongens. Hier moet hij letterlijk een muur opklimmen. Dus dit is niet zomaar dat hij op een plat gedeelte klimt. Nee, hier moet hij dus echt op een muur klimmen. En op die manier de uitgang zien te vinden. Dit wordt denk ik het langste en moeilijkste level wat hij gaat doen. Ik hoop dat hij het gaat halen. Ik hoop dat ons hamster het gaat halen, jongens. Ik heb er wel vertrouwen in. Hij is toen net een paar keer heel erg stom geweest, maar ik vergeef het hem. Als hij dit haalt, ga ik het hem gewoon vergeven. En dan heeft hij het gewoon supergoed gedaan. En dan praat ik nergens meer over. Hij kruipt nog steeds heel erg rustig door alle vakjes heen. En hij begint al bij het gras te komen. Dus dat betekent dat hij bijna boven is. Oh shit. Kan hij het halen? Ja, net. Oké. Sick. Goed zo. Oké, hij is nu hier aangekomen en dan moet hij dus eigenlijk naar boven. Maar hij is een beetje blind. Dit hamster is niet het slimste hamster wat ik ooit heb gezien, mensen. Ik zou dit persoonlijk veel beter kunnen. Als dit een levensgroot doolhof was, ik zou binnen 2 minuten er doorheen zijn. Makkelijk. Oh shit, jongens, we hebben weer een creeper. Maar we hebben toen net geleerd, deze papieren creepers die ontploffen niet. Het zou ook echt wel heel erg zijn als we bijvoorbeeld een rotje in de creeper doen. En dat als je er tegenaan loopt, dat hij zo bam uit elkaar spat met het hamster erbij. Oké, dit is echt een hele erge gedachte. Ik ga hier niet meer verder op in. Oké, let's go. Wat gaat hij doen? Hij gaat eventjes lekker een stukje lopen, even een ommetje maken, gozer. Oh, wat heerlijk zeg. Potverdikkie. Hij zit hier nog steeds in het bovenste gedeelte van dit doolhof. En hij begint er wel echt goed doorheen te komen. En nu is hij dus onderweg weer naar beneden. Want hij is er bijna, mensen. Hij is er echt bijna. We zien hier weer een creeper liggen. Of misschien is het wel gewoon dezelfde creeper. Ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Maar hij gooit de creeper naar beneden. Goed gedaan, jongen. Duimpje voor jou. Mensen, trouwens, doe even een duimpje omhoog voor de hamster. En abonneer als je het nog steeds niet hebt gedaan. Naar mijn prachtige aankondiging deze video. Maar, oké. Als je nog niet geabonneerd bent, mensen. Ik heb het al zo zwaar, oké? Abonneer gewoon. Oké, hij gaat hier dus nog verder naar beneden. En holy shit, dit is een minecart. Als hij hier instapt en het werkt, dit zou sick zijn. Gaat dit werken? Ja hoor, ja hoor, ja, ja, ja. Oké, dit vind ik heel erg sick en origineel bedacht. Dit is echt super origineel. En hij klimt eruit. Hoppakee. En hij springt hier dadelijk ook weer naar beneden. Wap. Oké, sick. Goed bezig, hamster. Zeker weten. Je bent echt een tophamster bij deze. En hij is er bijna. Hij is er volgens mij bijna. Of moet hij daar nog naar binnen, joh? Moet hij daar nog... What the fuck? De laatste level is echt heel erg groot. Oh shit, en hier is gewoon... Oké, dit is heel erg dik gemaakt. Deze gast is sowieso een week bezig geweest om dit allemaal te maken. Ik weet het zeker. Ik denk dat als hij bij de chest is, dat dat het einde is. Dat denk ik in ieder geval. Ik hoop het in ieder geval voor het hamster. Gaat hij erin? Ja toch. Kijk, hij heeft zijn brokjes gevonden. Hij heeft een lekkere beloning. Mensen, dit was toch top. Ik wil deze hamster enorm feliciteren dat hij dit zo ontzettend goed heeft gedaan. Wat een held is het ook. Er zijn nog veel meer van dit soort hamsterparcours. Moet ik hier vaker een video over maken? Laat dan eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, zoals ik toen net al zei. Met het belletje aan, zodat je geen video mist. En mensen, dan wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later. Doei doei.